Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 7 september. Je bent niet gemaakt voor schuldgevoel. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 8 vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Wanneer ik het grote publiek zou vragen hoeveel mensen hun leven doorbrengen met schuldgevoelens, schat ik dat minstens 80% hun hand zullen opsteken. Ik hoorde bij die 80%, totdat ik besloot dat ik niet gemaakt ben voor schuldgevoel. Ik wilde niet voortdurend toestaan dat verraderlijk gevoel mijn leven beheerste. Ik bestudeerde Gods woord over schuld en bestudeerde zijn karakter en zijn aard net zolang totdat ik volledig overtuigd was dat God niet de bron van schuld is. Ik zie schuldgevoel als een illegale indringer die ons verstand en bewustzijn aanvalt in een poging om ons te weerhouden te genieten van alles waar God ons in voorziet. Schuldgevoel heeft geen wettelijk recht in ons leven, want Jezus heeft betaald voor onze zonden en tekortkomingen. Als het illegaal in ons is, dan moeten we het terugsturen naar waar het vandaan kwam, en dat is de hel. Weiger dat schuldgevoel je vreugde nog langer steelt. Je moet onthouden dat je niet gemaakt bent voor schuldgevoel. Wanneer je het ervaart, reken er dan agressief mee af door Gods liefde en genade te ontvangen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heilige Geest, ik weet dat ik niet gemaakt ben voor schuldgevoel. Elke keer dat schuldgevoel in mij opkomt, breng het onder mijn aandacht en herinner mij eraan dat ik vergeven ben en volkomen gemaakt ben door het offer van Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.